Hallo, ik wil een aantal lefweven die meeschreven in lefweef 3 aan je voorstellen. Nou, ik ben natuurlijk wel enorm fan van Pippa Pinuppens, want deze vrouw is alleen een vrouw om van te houden. Je kan namelijk helemaal niets anders dan haar leuk vinden. Zij is echt excentriek, zichzelf, uniek. Nou, dat zegt al genoeg. Een waanzinnige vrouw. Heeft ook al haar eigen boeken geschreven. En dan heb je ook nog eens Desiree Kuipers. Desiree heeft meegeschreven in lefweef 1... de leukste, meest waanzinnige, de pittigste advocaten die je maar kan bedenken. En ze heeft ook meegeschreven in 1. En haar verhaal heette toen Voor het gerecht. En inmiddels heeft ze eigenlijk wel een eigen webwinkel waar ze sambal voor het gerecht verkoopt. Hoe leuk. En ik heb het natuurlijk in mijn kast, maar dat begreep je. Dan wil ik natuurlijk ook nog Mireille Boscher aan je voorstellen. Zij is notaris, kandidaat notaris. En ze komt uit de streek Den Haag. Ik ken haar nog niet. Oh, en vind ik zo leuk. Want het geeft je de gelegenheid om nieuwe, waanzinnige lefwijven te ontmoeten. Nou, het is een eretitel die eigenlijk zelf aanmeet. En dan ben je owner daarvan. Maar wat een tractatie. Ik ga haar ontmoeten. En dan heb je natuurlijk wel Ilona Dieleman. Haar bedrijf heet Flex Your Profit. En alles rond geld, hè, dat is haar ding. Alles rond budget en geld. En dat vind ik dan zo mooi, hè, want daar heeft ze echt haar leven aan gewijd. Maar ook, ja, weet je, ik ken haar persoonlijk nog niet. En dat geeft je een nieuwe kans om waanzinnige vrouwen die waanzinnige dingen doen op hun manier te ontmoeten. En dan hebben we natuurlijk wel Tamara Willemsen. En Tamara, zij coacht vooral weet je, op het gebied van hoe je eigenlijk meesterlijk kan communiceren als je advocaat of jurist bent. Weet je, dat je echt op een elegante manier jezelf kan presenteren of profileren. En dit zijn natuurlijk wel 5 van de auteurs die meedoen in lefweef 3. En jij mag naast ze staan. Ik weet niet of jij dat nou leuk vindt of waanzinnig vindt. Maar dat zou je eigenlijk jezelf moeten gunnen. Om naast deze toppers te staan. En het zijn niet vrouwen die, weet je, die alles, die de wereld aan het veranderen zijn. Maar het zijn wel vrouwen die hun werelden aan het veranderen zijn. En als ze mij kennen, gaan ze ook natuurlijk wel mijn wereld veranderen. Ik hoop natuurlijk wel dat je aanspoort om ook mee te doen. Want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Maar wat een waanzinnige reis. De reis van lefwijven.